De politie heeft vanochtend 3 nieuwe verdachten opgepakt van de rellen bij de Kuip afgelopen zaterdag. Daarnaast zijn 2 mannen opnieuw opgepakt die eerder weer op vrije voeten waren gesteld. De vermeende relschoppers zijn tussen de 17 en 21 jaar oud en komen uit Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Capelle en De Lier. Verslavingszorginstelling Bouwman GGZ in Rotterdam waarschuwt door bezuinigingen tientallen arbeidsplaatsen te moeten schrappen en vestigingen te moeten sluiten. In een brandbrief schrijft directeur Sizewski dat dat invloed heeft op de opvang, waardoor meer psychiatrisch patiënten, daklozen en verslaafden op straat zullen rondlopen. De instelling moet volgend jaar ruim 7 miljoen bezuinigen. Er komen extra fietsparkeerplekken bij het Rotterdamse Centraal Station. Op meerdere plaatsen rondom het station komen er bijna 500 plaatsen bij. Eerder dit jaar hielden Rotterdamse gemeenteraadsleden een telactie, waaruit bleek dat er bijna 300 plaatsen te weinig waren. Rond het station geldt een strikt beleid. Als fietsen niet op daarvoor aangewezen plekken staan, worden ze weggehaald door stadstoezicht. De familie van het vermoorde meisje Millie Boele heeft vanochtend het definitieve monument geplaatst, vlakbij het ouderlijk huis aan de Schuilenburg in Dordrecht. Op 10 maart was er al een tijdelijk monument neergezet. Het was toen precies een jaar geleden dat het Dordtse meisje werd vermist. Bijna een week na de vermissing werd haar lichaam gevonden in de tuin van buurman Sander V. De voormalige politieman is voor de moord veroordeeld tot 18 jaar cel en tbs. Vandaag hebben we mengelmoes van bewolking, af en toe zon. Er zou nog wel een bui voor kunnen komen. Temperaturen komen uit op zo'n 17 of 18 graden. En de wind die waait matig en komt uit het westen.